Yo, Ryan, heb je nu misschien wat te doen? Lijkt me leuk om weer eens een viertje op te nemen. Ik had een grappig idee om buiten verstoppertjes te gaan doen in de Tweede Wereldoorlog bunker. Dat is volgens mij echt keieng, maar lijkt me een gaaf idee. Laat weten of je kan. Dit was echt een goed idee. Oké, we gaan dus hier een verstoppertje doen. Heel goed idee. Het is echt best wel donker en hier binnen is het ook best wel groot. Sowieso om in je eentje hier buiten te wachten is al best creepy. Om hier te komen was al een grote stap. Ik ben blij dat we dat überhaupt hebben gedaan. Hierachter is nog best wel groot iets. En dan hier zo moeten we naar binnen. Het is best wel groot. Ik vind het eng. We gaan eerst denk ik even kijken of alles veilig is en hoe alles eruit ziet. En dan daarna gaan we verstoppen. En dan steen, papier, schaar wie er als eerst mag. Dit is echt een heel slecht idee. Ja, klopt. Normaal was ik altijd een poesie, durfde ik overdag niet eens erin. En nu staan we hier 's avonds. Dus eerst hier over allemaal stenen even kijken. We gaan eerst even checken hoe alles eruit ziet, zodat we dadelijk kunnen verstoppen. Op de camera zie ik meer in ieder geval dan ik in het echt nu. Hier zal een doorgang. Oké, dit is de eerste kamer. Dit is de eerste kamer dan, waar we zo moeten kunnen verstoppen. We gaan al eerst alles checken en dan gaat het echte werk komen. Dus let's go. Hier nog een kamer. Hier gelijk aan de overkant nog eentje. Tenminste, hier kan je niet echt lopen. Het is gewoon een kleine kamer met allemaal troep. We hebben hier nog een ingang en hier nog. Dit gaat nog door, joh. Hier zit nog een trappetje. En dan kunnen we hier nog naar rechts. We hebben hier nog allemaal ingang. Hier een kamer. En gewoon zo klein als dit. Oké, heb je er zin in? Ja, eigenlijk wel. Oké, we hebben nu dus alles gehad. Dan gaan we naar buiten. En dan moet er eentje gaan verstoppen. Maar wie gaat er eerst verstoppen, Ryan? Dat weet ik niet. Ryan heeft dus ook een camera. Dus dan zien jullie allebei de perspectieven. Gaan we eerst even naar buiten, inderdaad. We staan hier zo in het begin. We hoeven dan niet steeds omhoog te klimmen of je nou daar staat of hier staat. Maakt niet uit, dan gaan we gewoon hier staan. Dan gaan we eerst steen, papier, schaar wie er als eerst moet verstoppen. Degene die wint, die moet als eerst verstoppen dan. Ik denk het. Oké, okay, let's go. Oké. Okay. Tot de drie of in één keer? In één keer. Oké. Okay. Oh, dan moet jij naar binnen. Ja, het is ook k*** om te verstoppen. Ja, maar het is ook k*** om hier in je eentje te wachten. Oké, okay, nou, we doen gewoon 30 seconden wachten. Mm-hmm. En dan gaan we het gewoon doen. 3, 2, 1. Tot zo. Tot zo. Oké, okay, ik moet nu dus 30 seconden wachten. Ben ik gezegd best wel bang, want ik moet hier nu in eentje wachten in het begin. En Ryan moet nu alleen naar binnen, dat is echt best wel eng. Het is wel eng, maar het is eng. Naar binnen. Ik mag nu Ryan gaan zoeken. Dit is echt heel kloot. Oké, ik heb geen idee. Ik ga nu naar binnen. Hij komt. Ook omdat ik nu mezelf film, zie ik haast niks. Dus dat is ook echt best wel kloot. Dit is de eerste kamer. Geen Ryan te bekennen hier. Hier is geen Ryan. Ook niet hier. Ook niet daar. Ga ik naar de volgende kamer. Oké. We staan nu in de andere. Er is ook geen Ryan. Big Chungus is hier. Wauw. What the fuck? Oké. Ik schrok. Oh, hey jij. Oh, dit is best wel spannend, ouwe. Maar nu, als ik jou heb gevonden, is het eigenlijk best wel een opluchting. Weet je hoe eng ik het hier? Ja, ik snap het. Het is ook best wel eng, want je gaat dan in je eentje naar binnen. Gaan we nu naar het begin en dan moet Ryan mij gaan zoeken. Dit is echt heel raar. Ken je de meme Big Chungus? Oh, kijk, hier is die. Oké, dan gaan we nu naar het begin. Oké, Ryan's telefoon is nu dus leeg. Dus dat betekent dat hij geen licht heeft. Hij heeft een soort van oplossing. Niet. Nee. Oké, okay, Ryan, dan ga ik nu verstoppen. Joepjes. Joejoe. Oh, ik ga bijna mijn melk. Oké. Mijn tactiek is om achter te lopen. Ah, hij valt weer uit. Ik ben hier zo. Geen één troll. Eet die.
Dit is kapot eng. Hier durf ik niet te kijken. Dat vind ik veel te eng. Kun je zien misschien? We zien echt niks op het moment. Holy shit! Jongen, dit is heel kut, want jij had geen licht. Nee. En ik ook niet. Echt? Dus het was gewoon donker. Ja, weet je hoe eng het was? Ik ging gewoon... Kijk, douche lampje uit. Ik zat zo met dit licht zat zo te kijken. Oh, dan zie je op de video letterlijk niet. Heb je wel heel even je lamp gehad, of niet? Ja, heel even zo op mij. Ik heb een hele gekke vraag. Ben je wel eens naakt in een bunker geweest? Nee. Ik ook niet. Dit was filmen. Ben jij wel eens naakt geweest in een bunker? Ik ook niet. Vond je het een leuke video? Doe dan zeker nog even een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe het dan zeker. Check ook het kanaal van Ryan. Ook gewoon een kanaal. Check hem in de beschrijving. Daar even kijken. Dan zie ik jullie later, mensen. Later. Ik weet niet wat ik met mijn handen doe. Joejoe.